Au. Zo mensen, welkom weer bij deze gloednieuwe video. Eén ding, deze video is iets minder vrolijker dan de andere video's op mijn kanaal. Maar ik denk dat jullie het al kunnen zien. Want ik ga het jullie allemaal haarfijn uitleggen wat er met mij is gebeurd. En ik ga het jullie allemaal laten zien. En natuurlijk ook vertellen. Zo. Nou mensen. Jullie hebben het aan de titel gezien. Ik heb mijn elleboog gebroken. Echt weer even serieus. Het was toevallig ook nog op de 13e. Dus ongeluksgetal. Hoe kan ik het allemaal voor elkaar krijgen om dit te doen? En het bot heeft namelijk twee van die uitstekeltjes. Of uitsteeksels volgens mij. En die twee uitstekeltjes zijn dus kapot. Die zijn los van het bot. Dus dat moet weer vastgemaakt worden. Dus dat betekent dat ik geopereerd moet worden. En dat is morgen. Dus vrijdag. En deze ellende dat ik mijn elleboog heel veel pijn deed en juist gebroken heb, begon allemaal op dinsdagavond rond 8:30. En ik was dus gewoon lekker op mijn nieuwe trampoline aan het springen, wat ik bijna elke dag doe. En toen wou ik een salto maken en ik was heel erg moe, dat kon me nog herinneren. Dus ik maakte een halve salto. Ik kwam ondersteboven met mijn voorhanden naar beneden en toen ging mijn elleboog echt zo van keihard van links naar rechts of andersom, dat weet ik niet zeker. En toen voelde ik meteen kei veel pijn en ik kon mijn hand nauwelijks bewegen. En toen moest ik slapen. Eén nacht kei veel pijn gehad, mijn elleboog werd ook heel erg dik en dat was echt geen goed teken. Dus we zijn vanochtend, oftewel woensdagochtend, naar het ziekenhuis gegaan, röntgenfoto gemaakt en wat bleek, mijn elleboog is dus gebroken. Einde verhaal. Moest wel echt 2 uur in het ziekenhuis zitten. Echt niet normaal mensen. Even serieus, 1 like, is 1 beterschapwens voor mij. 1 abonnee is 1 beterschapwens voor mij. Help deze jongen. Laat jullie ook gewoon even zien. Kijk eens aan mensen. Wat de... Ik snap niet hoezo ik me dit zelf heb aangedaan. Ik heb nog steeds in mijn gedachten van... Waarom heb ik me dit zelf aangedaan? Waarom heb ik mijn bot gebroken? Ik snap het gewoon niet. Jongen. Maar ik weet wel in ieder geval dat ik goed geholpen werd. Door mijn ouders natuurlijk. Maar dat was ook een soort van... een soort van clown. En dat is gewoon eigenlijk een digitale clown. En dat is namelijk Ties. YouTuber Ties heeft mij een beetje liggen op te vrolijken met zijn leuke video's. Dus Ties, shout-out naar jou. Je hebt me een beetje opgevrolijkt met je leuke video's. En ik snap het gewoon niet. Hoezo kan ik nou mijn bot breken? In ieder geval mensen. Het is nou donderdag. En het ging namelijk woensdag in dit gips. Dus ik heb eigenlijk woensdagavond en donderdagnacht heb ik wel gewoon goed kunnen slapen. En morgen is dus de operatie. Ga ik ook nog een hele video over maken. En natuurlijk ook gewoon proberen om foto's te maken. Ik weet niet of dat gaat lukken, maar in ieder geval ga ik proberen. Misschien zal mijn moeder het doen, dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval mensen, ik sluit de video weer af. Dit was even te weten dat jullie weten dat ik mijn elleboog gebroken heb. Echt niet normaal mensen. Even serieus. Er zullen dus ook iets minder video's komen de komende week en de week daarop. Want ik moet na de operatie erg goed uitrusten. En dan weten jullie dat ook.
En ik ben trouwens op dit moment Cities Skylines aan het spelen. En dan zul je denk ik wel afvragen van, Stijn, hoe doe je dat? Nou, ik doe het gewoon met één hand. Dat moet je gewoon doen. Als je één hand gebroken hebt, dan kun je niks met die ene hand. Ja. En op dinsdagavond kon mijn hand niet meer, kon mijn elleboog niet meer goed draaien. Dus moet dus ook geopereerd worden. En daar heb ik echt geen zin in. Want ja, je weet niet wat er gaat gebeuren. We hebben vandaag wel een heel telefoongesprek gehad. En dan weet je wel in ieder geval wat er gaat gebeuren. En bij een operatie duurt een anderhalf uur lang bij mij. Maar voor mijn gevoel is dat gewoon één minuut. Want ik val in slaap onder narcose en dan ben ik weer wakker. En ja, ik keek vroeger ook veel van die operatievideo's van kinderen die geopereerd werden. En toen wist ik niet dat ik 4 jaar later, want ik was toen 10, dat ik 4 jaar later hetzelfde ding kreeg als zo'n kind. In die video's dan. Maar ja, mensen. Dit is dus even een momentje. Ik ga de video weer afsluiten. Jullie weten nu dat ik dus mijn elleboog gebroken heb. En ja, 1 like, 1 abonnee is 1 beterschapwens voor mij. Doe dat alsjeblieft, mensen. Want dan wens je mij beterschap. En doe ook nog even in de reacties van ik wens je beterschap. En ja, tot de volgende video. Later!